Nou, dit is hem dan, de nieuwe Bluetooth hoofdtelefoon die ik had beloofd. Speciale model, niet met oorhaken, maar juist met kleine rubbertjes voor in het oor. En ik hoor soms van mensen dat ze liever geen hoofdtelefoon met de oorhaakjes hebben, maar ze moeten wel goed blijven zitten. Dan kun je dit in je oor klippen en wellicht ken je het model al, want je ziet het op heel veel soorten Bluetooth hoofdtelefoons. Maar deze is fijn omdat dit rubbertje heel zacht is. Daar krijg je dus geen last van, ook als je lang hard loopt. Of lang andere sporten doet natuurlijk. Je verbindt hem door hier aan te zetten. Dit knopje. En dan zie je gewoon het lampje gaan branden. Eerst rood-blauw heel snel, zodat hij je telefoon zoekt. En voort blijft hij blauw knipperen als hij de telefoon heeft gevonden. Nou, het is nu licht en de telefoon staat niet aan. Maar ik zal dat in een andere video laten zien hoe dat werkt. Vervolgens kun je dus ook het volume regelen op je Bluetooth hoofdtelefoon bij het hardlopen. En de meeste mensen zullen het al gezien hebben. Hier zit een klein clipje. En dat gebruik je om hem helemaal strak in je nek te gespen. Je kunt het dus een beetje verstellen, zodat hij dus echt strak in je nek blijft liggen. Je kan hem ook gewoon van afhalen en hangt het draadje een beetje losser in je nek. Maar dit kan net helpen om hem nog strakker en beter om je hoofd te laten zitten, zodat je er geen last van hebt. Nou, totaal is heel erg licht. Ik zal even de weegschaal erbij pakken. Natuurlijk wel eventjes op 0 zetten. Zo. En dan, oh, sorry. Dan leg hem erop. En dan zien we dat hij 13 gram is. En dat is natuurlijk gewoon echt heel weinig. Tweede test. Misschien 14, nee, 13 gram. Dus hij is, en daarom wil ik hem ook speciaal wegen. Hij is echt enorm licht. En daarom voel je hem ook echt niet als gewicht bij het hardlopen. Nou, dat is hij. Ik zal een link zetten naar het totale bericht. En wellicht zie ik je in de volgende video.